Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is weer november en dat betekent dat het tijd is om mijn favoriete producten van oktober aan jullie te laten zien. Ik heb ze er al bij gepakt, het zijn niet superveel producten, maar ik vind het toch wel de moeite waard om jullie te laten zien welke producten ik heel erg fijn vond. Mocht jij nou benieuwd zijn welke producten ik dus heel erg fijn vond van oktober, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met de foundation en deze foundation is van Max & More, oftewel hij komt gewoon bij de Action vandaan. Ik heb deze in de kleur 122 Natural Beige en dit is de matte foundation. Ik zal hem eventjes uit het doosje halen zodat jullie even het tubetje kunnen zien. Je hebt deze ook in een glimmende variant, maar die heb ik toen niet gezien, dus ik heb een matte. Dit is de tube, er zit 30 ml in en... heeft een normale opening. Deze foundation die paste echt heel erg goed bij mijn huidskleur. Hij is mooi licht en ik ben toch wat meer van de lichtere foundations geworden. En deze is eigenlijk heel erg goed. Hij dekte ook best wel goed. Voor een foundation van de Action was ik echt wel heel erg verbaasd. Ze hadden natuurlijk ook nog nooit foundations gehad bij de Action. Maar deze die heeft een prima dekking. Ruikt ook totaal niet raar of zo. Soms heb je foundations die ruiken niet zo lekker. Maar dat had ik met deze niet. En hij is mooi mat. Dus een hele fijne low budget foundation. Waar ik heel erg blij van werd. Dan heb ik een lippenstift. Deze is van Biocura. Deze komt bij de Aldi vandaan. Dat is deze. Hij zit in een doosje. Daar zal ik allereerst, wil ik allereerst even wat over vertellen. Het is heel erg handig gedaan namelijk. Want je kunt bij de Aldi lippenstiften niet testen. Er staan geen testers. Dus je kunt niet kijken of een kleur mooi is. Nou, wat hebben ze bij de Aldi gedaan? Hij zat namelijk anders verpakt dan dat ik hem nu laat zien. Hij zat namelijk zo verpakt. Je kon de lippenstift al zien en ze hebben er een doorzichtige dop omheen gedaan. En dan zit de originele dop, die zit er gewoon los bij. Super tof. Maar dit is dus de kleur. Ik vind de huls eigenlijk best wel mooi. Hij is gewoon basic, maar het ziet er wel tof uit. En zo ziet het geheel er dan weer uit als je de originele dop erop hebt. Ik heb deze in de kleur Sunset 88. Deze die belooft een zachte formule met hoge dekkracht en vitamine E voor elke dag. Heeft een shimer. Maakt je lippen ook zacht. En zorgt voor een zijdezacht draaggevoel. En omdat er ook chiaboter en jojobaolie in zit, worden je lippen tegelijkertijd ook verzorgd. En hij behoudt de vochtbalans van uw lippen. Nou, ik vind de kleur heel erg mooi. Het is meer een soort van, het is geen rood, het is geen oranje, het is meer een beetje koraalkleurtje ga je die kant op. Het is echt een hele zachte lippenstift. Hij ruikt niet super lekker, maar dat komt misschien door de jojoba olie en die chia butter die erin zit. Maar ik vind het wel een hele fijne lippenstift. Hij blijft niet super lang zitten, dus je moet hem wel bijwerken, maar het is wel een hele fijne lippenstift om te dragen. Omdat die lippen worden er ook echt wel zacht van. Dat merkte ik ook wel. Dus ik ben wel heel erg blij met deze lippenstift van Biocura. Dan heb ik een eye foundation. En deze is van Catrice. Het is eigenlijk een eyeshadow primer. En deze is waterproof. Deze zit in een tubetje. Verkrijgbaar in twee kleuren. Ik heb hem in een 010 As Strong As You Are. En deze is ook mat. En in feite is het dus gewoon een primer om je oogschaduw aan te brengen. Hij heeft een applicator. Het doet me een beetje denken aan iets van vroeger. Want vroeger had je hier ook wel lipglossjes van. Dus mijn lipje nog wel een paar. Even kijken hoor. Waterproof, dat vond ik niet echt. Want tijdens het swatchen, toen heb ik er ook oogschaduw overheen aangebracht. Om te zien of dat die intenser werd. Veegde ik hem met een make-up doekje er wel heel gemakkelijk af. Dus waterproof, moi, niet echt. En hij belooft ook een intense en vibrant color. Nou, hij maakte de kleur van de oogschaduw wel iets intenser, maar niet super intens. Maar de oogschaduw blijft wel heel erg lang op zijn plek zitten. Ik vond het ook wel leuk dat het echt eye foundation heet. Ik vind het, ja, ik
vond het wel een heel fijn product, omdat mijn oogschaduw wel lang blijft zitten. En dat vind ik vaak nog belangrijker dan dat die nog intenser wordt. Want vaak gebruik ik dan ook gewoon al een palette die gewoon al heel intens van zichzelf is. Die ik gewoon lang wil laten zitten. Dus wel een hele fijne oogschaduwbasis. Dan heb ik een superleuk paletje van Essence. En dit is het Million Nudes Faced Hashtag Beautiful. Er staan allemaal diertjes staan er vooral op. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is. Het is een oogschaduwpalette met 10 kleurtjes. Het openmaken is altijd ietsjes lastiger. Het zijn wel vooral nude kleuren. Beetje bronzer ook, bronzing kleurtjes. Het is een beetje een combinatie van. Ze zijn heel intensief. Ze zijn echt heel intens. Je kunt ook bijvoorbeeld bij deze kleur kun je heel erg goed zien waar ik heb gedipt. En dat is vaak wel een teken dat een kleur ook heel intensief is. En dat vind ik ook echt. Het zijn echt hele mooie kleurtjes. Ja, het is wel weer nieuw. Je moet er wel van houden. Maar ze zijn wel echt heel intensief. En ik heb lange tijd gehad dat ik de oogschaduwpalettes van Essence een beetje vond tegenvallen. Maar deze paletjes zijn wel echt super intens qua kleuren. Ze zien er leuk uit. En ja, ik vond dit een heel fijn en mooi paletje. Vooral als je een keer gewoon een neutrale look wilt maken. Dan heb ik twee producten van Salt of the Earth. En dit is een collectie die deodorants heeft. Deodoranten. Het zijn dus deze twee. Ik begin wel even met deze. Deze zijn echt super natural. Er zit echt gewoon helemaal niks in. Dit is een deodorant met een spray. Deze ruikt niet. Deze is geurloos. Deze is ook unisex. Dus zowel voor mannen als voor vrouwen. Ze beloven long-lasting protection. Ze hebben ook heel veel awards al gewonnen. Nou, deze is dus unisex. Geeft geen witte strepen in kleding. Heel erg geschikt ook voor vegetariërs en vegans. En het is niet getest op dieren. En dat vind ik super fijn. Er zijn dus 100% natuurlijk ingrediënten gebruikt. Want en er zit ook nog natuurlijk mineraalzout in. Organic aloe vera en baking soda. Het toffe is dat deze dus zonder parabenen zijn. Hier zitten dus geen parabenen en geen andere dingen in. Het zijn hele natuurlijke. Deze die is ja, dus geurloos. Daar moet ik wel persoonlijk aan wennen. Maar ik rook er niet. Ik ging er niet door stinken. Dus dat is een hele fijne. En ik heb er ook nog eentje gehad. En deze is speciaal voor women. Dat is de roze. En dit is een roller. Deze heeft wel een geur. Ruikt ook absoluut niet naar of zo. Dit is de lavender vanille. De gekleurde allemaal die zijn voor vrouwen. En dan hebben ze ook een zwarte variant. Die is speciaal voor mannen. Deze heeft een fresh natural fragrance. Ja, voor de rest is het eigenlijk allemaal hetzelfde als wat die andere deodorant al had. Er zit dus geen aluminium in. Geen chlorhydrate. Geen alcohol, geen parabenen en geen tricosan. De ingrediëntenlijstje staat op de zijkant. Mocht je meer van deze deodorants willen weten, kun je altijd eventjes de site bezoeken. Die kan ik wel eventjes in de link neerzetten. En ik heb hier ook gewoon een review van geschreven op mijn blog. En die zal ik ook even in de link zetten. Dus ja, het zijn echt hele fijne deodorants die ik heb mogen ontvangen om te testen. Ik ben echt wel fan. Dan heb ik een nagellakje van Catrice. En dit is een Peel of Glam. Dit is dus een Peel of nagellakje. Met glitters. En dat is dus ideaal. Want normaal vind ik glitternagellak echt een drama. Want ik vind het heel leuk staan. Maar het eraf halen vind ik altijd heel erg lastig. Want als je bijvoorbeeld in zo'n nagellakpotje gaat. Waar je je nagel moet ronddraaien. Help je het hele sponsje eigenlijk naar zijn grootje. Want die glitters die zijn zo effectief dat die dat niet houdt. De glitters blijven er ook letterlijk in zitten. Dus de volgende keer dat je weer in dat potje gaat, heb je glitters aan je vingers. En met gewone remover vind ik het altijd heel erg lastig. Nou,
Toen kwam Catrice dus met een hashtag Peel of Glamline. En dit zijn glitternagellakjes die je er dus af kan peuteren. Ik heb deze in de kleur 02 Neil More Worry Less. Het zijn hele fijne glittertjes. Het is een beetje, ja, het is een beetje, ik vind de kleur een beetje lastig. Want het is eigenlijk een beetje een combi kleur. Het zijn niet, er zit eigenlijk van alles wat in. Echt een beetje een meeglitterend kleurtje. Het is niet roze, het is niet blauw. Ja, het is echt een combinatie van, zeg maar. Met twee laagjes dekt hij het beste. Of je moet één hele dikke laag doen. Je kan natuurlijk ook nog gewoon kiezen om het over een nagellakje heen aan te brengen. Weet ik niet of het peel-effect nog zo aanwezig zal zijn. Dat heb ik niet getest. Maar met twee laagjes had ik eigenlijk echt wel mooie nagels. Het is niet zo dat het super lang blijft zitten. Want het laat op een gegeven moment wel los. En ja, dat geeft op zich ook niet. Weet je, normale nagellak van No Budget merken. Die gaan ook heel snel eraf slijten. Maar ik vind het gewoon een heel erg fijn systeem dat je dit er gewoon af kan trekken. Dan heb ik een lipgloss van Essence. Of een lipshine, zoals hun het noemen. Dit is een Hollowow Jerry Lipshine. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 02 Butterfly Flap. Klinkt zo leuk, Butterfly Flap. Het is een beetje een oranje kleurtje, althans dat lijkt hij. Maar op je lippen wordt hij toch wel een beetje anders. Ja, dan krijg je echt dat holo-effect. Ik vond het zelf heel erg leuk. Ik heb ook een keer voor een ander kleurtje gekozen als wat ik normaal doe. Normaal ben ik heel erg van het roze. Maar ik dacht, goh, laat ik een keer buiten mijn comfort zone gaan. En laat ik een keer iets anders nemen. Maar doordat hij eigenlijk helemaal niet echt oranje kleurt, hij gaat nog wel een beetje roosachtig. En ja, vond ik dat ook niet erg. Het is gewoon een heel erg leuk lakje met een holo-effect. Hij zegt zelf eigenlijk dat hij transparant is. Met een surprising holographic effect. Dus het is ook heel erg leuk om deze bijvoorbeeld over lipstift heen te dragen. Zodat je een beetje meer shine hebt. Het zijn hele leuke lipglosses. Die volgens mij allemaal gewoon een hele andere holografisch effect hebben. En dat vind ik wel heel erg tof aan deze lipglosses. Dan ben ik toe aan het allerlaatste palet. En dat is een Mint Chocolate paletten van iHeart Makeup. Hoe kan het ook anders? Ik hou van deze palettes. Dit is dus het Mint Chocolate paletten. En deze ziet er zo mooi uit ook. Oh, I love it. Ik hou van deze paletten. Uiteraard het hele handige plasticje met de namen. Hij ruikt ook echt naar mint. Hij ruikt naar kauwgom gewoon. Mooie spiegel zit erin. Deze kleuren zitten erin. Super intens, super veel pigment. Heel erg leuk om mee te spelen. Los te gebruiken, in combinatie, wat je maar wilt. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar je kunt wel weer zien waar ik heb gedipt. Dus dat betekent dat het pigment gewoon heel goed is. En dat ben ik inmiddels ook gewoon gewend. Weet je, het pigment van deze paletten staat gewoon super goed. Volgens mij kost zo'n palette 10 euro. Deze heb ik toen zelfs voor 5 euro kunnen kopen. Maar dit is ook weer gewoon zo'n prachtige palette die ja, gewoon niet mag ontbreken in mijn stash. De kleuren zijn gewoon wel weer wat anders. Ja, je komt toch vaak wel dat de kleuren zeg maar, in al die palettes wel een beetje op elkaar lijken. Maar ja, ik vind gewoon het uiterlijk van die paletten zo mooi. Het pigment is zo super goed. En ik word gewoon zo erg blij van deze palettes. Dat ik gewoon echt niet kan stoppen om deze paletten te testen, te kopen en te laten zien aan jullie. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van oktober. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie een van deze producten die ik jullie heb laten zien hebben getest en wat jullie ervan vinden. Misschien vind jij het wel helemaal niet fijn, want ik heb laten zien dat kan. Ik wil je in ieder geval gewoon weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je even op het belletje drukt, dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!